Hoe ga je om met al dat nieuws uit Oekraïne, rondom Oekraïne? Ik merk bij mezelf dat het nieuws een soort van magneet is voor mij. Ik weet niet, herken je dat misschien zelf ook? Dat ik de hele tijd denk van, oké, maar is er alweer wat meer bekend? Is er weer meer nieuws? En ik stel mezelf de vraag, is dat nou betrokkenheid? Is dat een primaire soort verdedigingsactie? Dat je denkt, oké, er is gevaar, ik moet weten hoe of wat. En er wordt zoveel gezegd op tv en door mensen. En we hebben meningen en gedachtes. En ik merk steeds meer bij mezelf dat ik het gewoon niet weet. Ik weet niet wat wijsheid is. Welke sancties wel moeten, welke maatregelen niet moeten. Als ik ernaar kijk, vind ik het gewoon verschrikkelijk. Wat mensen wordt aangedaan. Mijn medemens. En dat laat me niet los. Soms is het misschien goed om gewoon stil te zijn. Denk ik dan. Kan ik dat nog? Kan jij dat nog? Door gewoon even stil te zijn. En mezelf af te vragen. Wat doe ik? En wat kan ik doen? Wat wil ik doen? Mijn medemensen helpen. Er zijn. Mensen zijn welkom hier. Kom maar. Een stukje van mijn comfort durven loslaten. Kan ik dat? Ja. Daar geloof ik in. Want we zijn medemens. Als ik diep in mijn hart kijk, wil ik graag een ander nabij zijn. En wil ik mijn medemens helpen waar ik kan. Dus deze video eindigt niet met een advies of een, weet ik veel, oproep. Hij eindigt in stilte.